Chasseté, heb je dit ooit eerder meegemaakt? Zo, nee. Nee, volgens mij niet. Nee, nee, is de eerste keer. Hoe beleef je dat als trainer dan langs de kant? Je ziet het na rust mistiger worden. Wat denk je dan? Ja, ik moet vooral zeggen, voor ons de rechterhelft. Dat was de helft waar Alex en Kozelev stond in de tweede helft. Daar zagen we ook echt helemaal niks meer. We keken elkaar met z'n drieën aan van, weet jij nog waar de bal is? En dachten we dat hij rechts was, was hij toch weer links. Dus dat is ook heel gek voetbal kijken. En, ik vond ons goed spelen, ook de deel van de tweede helft. Maar ik moet voor een groot deel ook zeggen dat het gokken is, want ik heb niet alles kunnen zien. Heb je op een gegeven moment invloed dat je zegt tegen de grensrechter van dit kan niet? Of overleg je dan langs de kant? Hoe gaat dat dan als je merkt van ja, eigenlijk is het spel niet meer te volgen? Ja, dat is natuurlijk vooral ook voor de spelers. En ik denk dat Kevin Blom een minuut of tien voor het staken met de spelers ging overleggen. Maar die gaven aan genoeg te kunnen zien. Maar uiteindelijk gaven de assistentscheiders aan dat zij de bal niet meer konden zien. En daarbij het spel niet konden bepalen. Ja, dat snap ik. Ik kon het ook niet zien. Dus het is jammer, maar ik vind het wel heel logisch. Ja, dus wat jou betreft alle begrip voor deze situatie? Ja, het is vervelend voor iedereen, maar ik kan niet anders dan begrip hebben, want zelf zag ik het ook niet meer. Is er al zicht op wanneer jullie weer gaan voetballen? Ja, voor mij wordt er gesproken over volgende week, dinsdag. Maar er moeten natuurlijk allerlei dingen gebeuren met van politie inzet tot de KNVB moet er overheen gaan. Ik denk dat de grootste kans is, maar we wachten netjes af tot de KNVB ons duidelijkheid geeft. We hebben wel begrepen dat morgen geen optie is en dat dus ergens volgende week de grootste kans is. Dan nog heel even over de wedstrijd dan, want daar moeten we toch over spreken. Jullie komen door eigenlijk een heel knullig doelpunt op 0-1. Maar begin van de tweede helft pakken jullie het uitstekend op met een mooi doelpunt. Ja, ik vond de eerste helft heel goed. Ik vond op minuut 42 dat we prima speelden. Ik vond de laatste minuut wat onrustig. Ook een paar keer in een omschakeling naar een doeltrap, naar een vrije trap. Dat we een gevaar tegenkregen. Maar ik 41, 42 hele goede minuten. En ook na rust prima. Dus ook het veldspel, wat ik gezien heb, was ik heel tevreden. Je gaat nog lang over napraten. Ja, het is bijzonder dit. Dat is om te onthouden in ieder geval.